allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuw videootje van Familie de Kamp! En we zijn eindelijk weer terug naar een weekje breken! Weekje breken. Maar goed, eindelijk weer een video. En vandaag gaan we iets doen waar wij allemaal ontzettend veel zin in hebben. Wij gaan namelijk op vakantie! Yeah! En we zitten weer gezellig met z'n allen in de auto. Ik wil nog gelijk wakker. Chaos. Weer chaos. Oké, wij zijn aangekomen op het vliegveld. En jullie gaan ons vanaf nu gewoon veel meer zo zien met mondkapje. Want het moet wel harder praten. Ik moet harder praten. En ook op vakantie moeten wij veel met mondkapje lopen. Maar goed, wij hebben leuk nieuws. Want... Oh jee, we hebben nog een mondkapje bij. Dus we hebben shopopvandakap.nl. Ga snel naar de website en haal je mondkapje. Ik ben aan het lachen, maar niemand kan me zien lachen. Nee, wij gaan snel inchecken en let's go. Oké, we zijn ingecheckt. We zijn op tijd. Yes. Eindelijk. Dus dat betekent tijd voor een lekker bakkie. Koffie. En die ga ik natuurlijk drinken. Serieus, de ultieme vliegtuigervaring. De ultieme vliegveldervaring. Is toch wel altijd op deze rollende, ja, hoe noem je dat, paden lopen. Rennen, Doran. Rennen. Ila, kom. Kom snel. Nee? Ila met zijn koffertje. Oh, we gaan naar de gate. We gaan zo lekker het vliegtuig in. Zij hoeven niet met een mondkapje te lopen. Dat geldt alleen voor Sarah en mij. Ja? Ila, waar die vliegtuig? Ja, dat zou goed kunnen dat hij van ons daar ergens staat. We gaan hem even zoeken. Oké, het is tijd om het vliegtuig in te gaan en kijk eens even wie er dacht. Ja, wij gaan ook gewoon even mee. Rutger en Tobias. Ja. Dus we gaan gezellig met z'n allen. Weet je wie ik had? Ik sta de hele tijd te lachen zo, maar niemand ziet het. Nee, ik zit ook te lachen, maar ja, je ziet het niet. Het is trouwens niet de eerste keer dat wij met Mias gaan vliegen. De laatste keer is wel heel lang geleden. Het was ook de enige keer trouwens, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat straks gaat. Maar laten we hopen dat we fijn gaan met de baby. Ja, op mijn schoot, toch? Nou, je zit op mijn schoot, inderdaad. Dan gaan we dan, jongens. Hey. Heb je zin in dat? Ja. Mooi. We hebben geluk gehad dat het lukte gewoon tijdens het middagdutje viel. We hebben helemaal nog niet verteld waar we naartoe zijn gegaan. We zijn op dit moment aangekomen in Alicante, dat ligt in Spanje. Alleen dit is niet onze eindbestemming. Wij gaan zo eventjes onze huurauto ophalen. En dan gaan we door naar een ander plekje, dat heet Benidorm. Daar hebben we een huisje. En hoe voelt het hier? Hoe voelt die Spaanse warmte, Def? Echt lekker. Het voelt super goed. Het is gewoon echt lekker. Ja, het is wel al een beetje dat ze benauwde. Hé, zweet jij nu al? Ik kan niet in de zon staan. Nee. Als de zon staat, dan is het echt wel heen. Ja. Want dan moet je even daarheen rennen, daar achter is de zon. Daar. Ja, ga even rennen, kijk hoe het is. Voel even. We gaan weer lekker voelen aan het zwembad, dat lijkt me een goed idee. Wij staan nu op het terrein waar wij onze auto hebben gehuurd. We zijn even met een busje heen gebracht. We staan nu in de zon. Wacht even, waar is die? Oh, het is warm opeens. En het is warm, dus het is tijd voor de blote voetjes. Oh, yeah. Lekker! Kijk, schrijf met die teentje op me. Kijk. Nou, en dit is hem hoor. Hij is wel dik, hè? Huurauto. Ziet er goed uit. Ik heb wel gevraagd naar mijn kleur, hè? Wit, hè? Alleen, wij moeten gaan splitten. Want normaal gesproken rijdt Sarah dus altijd op vakantie. Rijden gewoon samen. Maar Rutger heeft een rijbewijs. Alleen mag je hier als je auto huurt pas vanaf je 25ste. Die is too young for this, bro. Dat ben ik nog niet. Hij is toch maar 20. 19 zelfs. Ja. Ja, hier moet je nagaan. Ja. Dus dat betekent dat ik moet gaan rijden. En in het buitenland rijden vind ik echt helemaal niks. Hij is inderdaad heel donker. Een beetje tegenlicht. Maar Rij gewoon rustig achter me aan. Ja? Ja? Ja. Trek geen handremmen. En het is wel een chill auto ook. Nou, zij zitten in de auto. Mooi hoor. Wij gaan er ook in. Niet doen. We
zij verzekert alweer, net als als je me aan... Ja? In het buitenland de Nederlandse... Navigatie, en alsnog komen we er niet die uit. Die... Kijk eens even aan, de auto's zijn nog helemaal heel. Het is helemaal goed gegaan. Gelukkig maar, we zijn nu aangekomen bij ons huisje. Tenminste, ik kan het eigenlijk geen huisje noemen, want het is gewoon eigenlijk een enorm dikke villa. We zijn nu in het plaatsje Benidorm. En check even het uitzicht hier zo. Oh, kijk, kijk, kijk. En dan hierachter hele hoge bergen. Gewoon helemaal tot aan de wolken. Topje zit gewoon in de wolken. Dat ziet er super leuk uit. En wat er ook leuk uitziet is... Hi, Mia's! Mimi! Ga jij even de deur open doen voor mij? Gaan wij even een lekkere villa-tourtje doen? Hallo, 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 hallo! Serieus, check, dit is een hoe lekker, hè? Welkom to the crib. Hoe gaan we villa. Noemen? Hoe noemen we het? Hoe noemen we het? Kijk, kijk. Deze twee zijn al gelijk het zwembad ingesprongen. Oh, oude kind. Jij zei toch eens, op deze vakantie hebben we gewoon twee kinderen bij ons, hè? Ja. Yes. Hoppa, lekker. Oh. Ja, nou, een zwembadje hebben we hier. Zwembadje. Ja, we gaan even laten zien. Nou, dit is dus gewoon lekker de buitenkant. We hebben ja, daar de voordeur, maar we lopen wel lekker zo. Dit is gewoon lekker het ja, lounge gedeelte, zwembadje erbij. Ja, belangrijkste. Oh, heerlijk. Nou goed, hier hebben we de buitentuin. We hebben lekker een buitenkeuken barbecue. Lekker plekje ook om te zitten. En we gaan hier lekker de villa in. Het terras met uitzicht op het zwembad. Andere huisjes. En dan gaan we zo naar binnen. Eigenlijk kunnen we zeggen, dit is eigenlijk de hoofdkamer, toch? We hebben twee woonkamers eigenlijk hier. Ja, we hebben hier woonkamer nummer 1. Lekker eettafeltje. Nog een eettafeltje. Jouw plek. Keuken, mijn plek. Kamer nummer 1. Hoppa, eerste dag. Kamer, ik wou zeggen babykamer. Staat natuurlijk ook een baby. Beetje. Ja. Kamer nummer 2. Ila heeft gelijk alles dichtgegooid. Die heeft het helemaal donker gemaakt. Nou, we gaan even kijken wie hier gaat slapen. Kamer nummer 1. We gaan naar kantoorruimte, zoals Sarah doet. Toiletje. Lekker een douche erbij. Hier. Ja, ziet er goed uit hoor. Lekkere... En dan is het de vraag, gaan we naar beneden of gaan we naar boven? Kom, ga eerst naar boven. We gaan een mooie trap op. Helemaal naar boven. Nou, dit is de slaapkamer van Rutger en Tobias. Dit is de man cave, de bad boys. Oké, okay, we hebben hun gewoon dus. En ze zijn gewoon een eigen in. Oh, die had ik niet eens gezien. Eigen badkamer heb ik niet eens gezien. De badkamer wist ik wel. Waar moeten we slapen? Ik zeg, ga jullie maar naar boven. Zij hebben gewoon deze kamer gekleed inderdaad. Met een inloopkast. En zij hebben nog een ja, lekker balkonnetje hier. Zo'n kleintje. Oh, met uitzicht. Ja, 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 ja. Dit is lekker kamer hoor. Ja, niet normaal. Man. Kijk. Oh. Kijk. Ja, ja, ja. Jullie hebben de lekkerste kamer gekleed, hè? Oh. Hey. Is het diep genoeg of niet? Nee, helaas niet wel. Ja. Nou, dat sprongetje wordt net iets te ver, denk ik, inderdaad, en te hoog. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Ja. Dit is eigenlijk een plek waar we nog niet mee weten wat we moeten doen. En dan kom je uit bij een tweede vrouwkamer. Ik ga het zo noemen, dit wordt een mancave. Ja, dat zei ik net al. Een vrouw, en dan nu zo kijken. Hoppa! Oh, hey, heel leuk. Even, ik vind het eigenlijk wel een goed idee dat alle mannen gewoon hierheen gaan. Dus dat betekent 6 mannen hier beneden. En dan is alles... Dan ga jij naar de keuken. Ga jij naar de keuken toe en dan roep je ik vind het helemaal niet, maar dan ga je maar, met z'n allen hier. Even één ding. Zijn er geen jellabedden? Zijn er geen gevangenis? We hebben hier... Wie straf heeft, komt in deze kamer. Ja. We hebben nog kamer daar, hè. Check dit, Estra. Nog een bed. Het is ook wel een ruime badkamer. Ja, kantoor waar ik nog rustig kan zitten. Kantoor nummer 3. En jongens, dit is onze villa. Ik heb zo zin in deze vakantie, jongens. Ik verlang die hier echt oprecht echt heel lang naar. Wij gaan hier zo hard genieten. Alleen één ding waarvan ik een beetje sta te kijken. Ja, zet eens aan. Deze is een beetje, ik weet niet, ik vind hem... Dat is kunst! Ik ga snel weg. Houd het maar lekker bij de mannen. Ilai, kom eens. Kom, wie heeft er zin in? We gaan de vakantie openen. Wie heeft er zin in? Wie heeft er zin in? Champagne! Officieel geopend. Die pompje champagne. Nee, champagne shower. Lekker hoor. Oké, we hebben ons eventjes omgekleed. Dus even tijd om wat boodschapjes te doen. Even wat drinken halen, want we hebben heel erg dorst. Ha. Hey, Aver, moeten we wel natuurlijk weer even het... Echt even wennen, hè? Mondkapje opdoen. En mijn oorbel valt uit.
Nou, we zijn aangekomen in de supermarkt en serieus, kijk waar we gelijk tegenaan lopen. Als je trek hebt, moet je hier sowieso nu niet zijn. Oh, allemaal broodjes en lekker naaien. Kijk, kijk, dit bijvoorbeeld. Wat is dat, zo'n cakeje of zo? Chocolate chip. Was Mina met chocolade zit nog een hollandie. Het eten. Maar het is echt precies zoals in Nederland verder ook. Dus dat is wel echt grappig om te zien. Heerlijk. En kijk hoe leuk. Ik weet eigenlijk niet of ze het in Nederland hebben bij een grote Lidl. Ik heb het nog nooit gezien. Waarom maar wij gaan ons eigen brood snijden. En dan kan je dus kiezen of je hem zeg maar in hele fijne stukjes wilt. Medium dikte of echt ja, grosso. Dus groot. Ja, ik zeg klein. Okay. Heb je gedrukt of niet? Ik denk niet dat hij goed... Jawel, je moet iets nog doen. Iets bewegen. Oh, nee. Hij moet dicht. Oh ja, dat is het. Kijk. Nu kan het lukken. Daar gaat hij. Nou snap ik waarom dit ding dicht zit. Wow. Check dit. Dat is echt vet. Zo, dat is toch? Zo gaan we, Rutger, trouwens, zo gaan we de snijders in Turkije ook. Ah. Nou snap ik waarom die dicht moet. En dat is het. Wacht even. Lekker vers broodje. En dan pak ik hem hier mee uit. Kom. Ja, top. Kijk hoe leuk voor Mia's. Kijk eens. Hey, opdoen. Opdoen. Kijk eens. Ja, doe maar op. Nee, toch niet. Oké, ik ben naar één plek doorgelopen, want ik weet dat ze dit in Spanje hebben. Dit vind ik zo lekker. En dat is deze chips. Oh, die is zo lekker. En vroeger, in mijn jeugd, verkochten ze die in Nederland. En nu eigenlijk niet meer. Alleen nog wel eens, ja, als ze het importeren en zo. Dus in Spanje haal ik altijd als eerst deze. Dit is zo lekker, jongens. Grappig is dat, hè? Dan zeggen we, gaan alleen even drinken halen. Nou, we hebben nog maar twee flesjes water, weet jullie hoe dat een beetje gaat bij ons? Drinken hebben we zeker gehaald. Want kijk eens eventjes. Genoeg water. Maar ook genoeg andere dingen. Dit is gewoon niet normaal. Ja, Rutger wou heel graag een komkommer hebben. En Esra, wou alleen maar deze. Ja, die heb ik helemaal gevuld. Hier gelijk bij alle chips. Nee, die hebben jullie allemaal erin gegooid. Hey! Ook al mijn eieren, joh. Oké, we hebben onze boodschappen zojuist thuis gedropt. We gaan nu eventjes op zoek naar een lekker eettentje, plekje. Maar kijk gewoon eventjes gewoon de route. Alleen al om een lekker tentje te gaan zoeken. Gewoon die gebergte daarachter. En het is wel grappig om te zien, want op, ja, ik weet niet of je dat op camera goed ziet, maar daarachter schijnt de zon dus gewoon er. Hè? Kijk, ja, je ziet het op die bergen, heel stuk gewoon met zon. Bij ons is tot nu toe alleen maar een beetje schaduw hier zo bij onze woning. Maar goed, het maakt niet uit, het is alleen al zo'n zieke view. Het zou alleen vandaag zo bewolkt zijn, de rest niet meer. Dus. Laten we hopen inderdaad, maar goed, temperatuur is sowieso goed en anders ja. Dan rijden we gewoon richting de zon, want ja, zoals ik zei, daarachter schijnt de zon gelukkig wel. Het was even een stukje rijden. Ik weet niet hoe lang we erover hebben gedaan, want dan reden we weer verkeerd. En niemand van ons vier blijkt kan navigeren. Het gaat echt voor geen weten. Pardon? Eerlijk, ik rij, jullie zitten naast. En daarnaast heb ik ook iets heel leuks, want we hebben een bekeuring gekregen. Hey. Rutger die had hem ergens geparkeerd. En wij moesten ook nog parkeren, dus wij waren iets verder weggereden. En nou ja, binnen no time ja, een boete erbij. Maar goed, maar we waren nog aan het zoeken naar de parkeermeter. Hè? Dus we waren er echt mee bezig in ons hoofd. Maar ja, ze waren er zo snel bij dan we in gewoon, onze hoofd, slim gezegd. Hè? En we hebben wel een kaartje nog gehaald, maar goed, dat is weer even een andere zorg. Dat maar kijk de, heel eventjes waar we zijn uitgekomen. Nu vergeet je gewoon alles, want we zijn lekker bij de zee. Als ze heel stil zijn. Wacht, daar komt hij. Nou, je hoort het misschien niet heel goed. En hij staat ook wat te proberen, maar de golven. Het is zo lekker. Ruikt ook goed, hè? Gelukkig is geen scheetje over de zee gewoon. Ruikt lekker, hè? En weet je wat lekkerder ruikt? Goed eten. Ja, we gaan even een eten zoeken, want we hebben echt heel erg trek. A few moments later. Oei. Kijk haar gelijk eten, joh. Check hem ook. En gelijk zijn spaghetti van zijn broer gepakt hier zo. Check het uitzicht ook even. Oh, echt serieus, jongens. Met dit. Nu pas ben ik mezelf aan het opladen. Ja, echt serieus. Maar we moesten echt even eten. Dat is zo trek, hè. Echt, hè. Kijk deze jongen dan. Hoeveel trek heb jij? Mijn fiets is bijna op. Hé, jongen. Je moet ademen. Je moet kauwen. En niet hapslik weg, hè. Zoals je broer. We hebben niet geluncht vandaag. Nee, serieus. We hebben zo'n trek, hè. Oei. Oké, jongens. Het is geen eindstand, maar een tussenstand. Ga jullie even zien, ja? Zijn bordje nog. Dit gaat zo in zijn mond. Heel check dit. Oh, hele arm. Maar kijk, hij doet zo. En dan gaat hij daarna hier met zijn handje dus nog zijn mond in. En dan smeert hij het uit. Kijk, nu heb ik gewoon een goed shot. En nu kunnen jullie het ook heel goed horen. De zee. Oh, nu is het echt zo mooi. Maan daarboven.
De zon is al ondergegaan. Dit is vakantie. Oh, trouwens, wacht. Rustig. Wacht, ken je nog een flipcheck, of niet? Oh ja, dat was zeg maar, Duf. Oh. Gelukkig die kant, hè? Want als die kant zou gaan, dan... Hey, Rutger, nu aan die kant. 100 euro als je land. Op het zand een keer. Deze zee is niet normaal mooi. Serieus, wat een prachtige tv is het. We zijn eventjes weer in Nederland. Maar het is alleen even de video af te sluiten. Want dat zijn we vergeten toen we op vakantie waren. Oh, ja, maar ja. Er komen nog hele leuke vakantievideo's aan. Oh, super toffe filmpjes aan. Zou het zeker eentje in de gaten. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Dan blijf je op de hoogte van de video's. We gaan voor deze even de video afsluiten vanuit Nederland. En dan de volgende video zitten we weer in Spanje. Bedankt voor het kijken. Doei doei. Doei.